Ik vertelde dan ook maar even bij dat ze in die landen helemaal geen coffeeshops hebben. Daar hebben ze een verbod. Dat wil dus zeggen dat coffeeshops en het tolereren van cannabis beter werkt dan een verbod. En dat weet deze man ook wel. Dit is Cutter uit Kopenhagen. Ik heb hem leren kennen via internet. Iemand stuurde me een mailtje en zegt, nou, ik heb nou een jongen gezien. En die site heet Smoke & Hagen. En die stuurt stuff op mijn mensen. En je kan je gewoon bestellen. Dus nou, ik heb een mailtje gestuurd. Ik heb zelfs gezien dat hij live op internet stukken hashlijn stond te pakken met de facturen erbij. Hij had ook gewoon een belastingnummer gekregen in Denemarken. En hij is sinds een paar weken open in Kopenhagen. Er wordt daar natuurlijk stiekem, zo niet links en rechts, een jointje gerookt, hoewel het eigenlijk niet mag. Maar hij heeft al bezoek gehad van diverse politiefunctionarissen en die hebben hem vooral op het hart gedrukt dat er geen alcohol verkocht mag worden en geen coke verkocht mag worden. En toen die man ook een stukje stuff vond, gaf hij keurig aan Cutter terug. Dus ik denk dat we hier een gedenkwaardige foto gaan maken. Bernard, wil je erbij komen? Maak hier nou even een foto van. Dit is de man die de eerste coffeeshop begon in Amsterdam. En deze man, Smoke & Hagen, is nu de eerste coffeeshop aan het openen in Kopenhagen, jongens. Het Nederlandse coffeeshop wordt geëxporteerd naar Denemarken. Applaus voor Cutter. En ik denk dat hij misschien ook nog wel een paar woorden in het Engels tot jullie wil richten om uit te leggen waarom en hoe. Cutter, please, we want you to say a few words in English about your initiative. Because you are now the pioneer, and how can you leave without addressing the people in Amsterdam? Because where did you get your inspiration? Him. You got your inspiration from Amsterdam, from Werner, that broke everything open, because otherwise you wouldn't be thinking of selling hash. But can you explain the situation as it is in Denmark nowadays? Where's the hash market and how is it going? Because I've seen that Christiania is under a heavy attack the last couple of days. The police is in there again, and are they leaving you alone? The police in Denmark thinks that they can stop the problem, the hash problem. They can try and scare the smokers away from buying the hash. So the police don't chase the dope dealers, they chase the smokers. So the police is not in Christiania, but they are outside giving fines to people who smoke. My place, I mean, I smoke weed. I'm opening a coffee shop. It's very big, it's very open, it's not at all any secret. Everybody in Denmark knows about it, even in Holland you know about it. The police and the government knows about it. My coffee shop is for everybody, and what I do is I say, hey, I smoke weed. Fuck you. If you don't like weed, I smoke weed. Weed is legal. The police don't do anything about it. So we only like have some few ministers saying you cannot smoke weed. And excuse my French, fuck you. I smoke weed. Thank you, Alcoran. Ja, het is namelijk zo in Kopenhagen, is een gedeelte van de stad Christiania, daar wordt al ruim 40 jaar hard.